Maar eerst windenergie in Drenthe. De geplande windmolens daar houden de gemoederen flink bezig. Zo erg zelfs dat het koningspaar er vandaag tijdens een streekbezoek bij betrokken werd. Het Rijk heeft besloten dat er voor 2020 in de provincie Drenthe zo'n 95 windmolens geplaatst moeten worden. En daar zijn de bewoners absoluut niet blij mee. Op een geheime locatie sprak het koningspaar met voor- en tegenstanders over dit onderwerp. Als de plannen in bijvoorbeeld het Drentse Drouwenermond doorgaan, wordt het piepkleine dorpje volledig omringd door reusachtige windmolens. Er is een strijd losgebarsten tussen bewoners die fel tegen zijn en boeren die de molens maar wat graag op hun land willen plaatsen. We hebben oorlog. De haat en nijd over en weer is gigantisch. Het is gewoon heel simpel. Je bent hier voor of je bent hier tegen. Drouwenermond is blij vandaag ook gehoord te worden door de koning en de koningin. Een informatieavond afgelopen zomer liep al volledig uit de hand. Het Lindorp, niet veel langer dan een straat, zou in 2018 compleet ingepakt worden door 11 windmolens. Achter mij op ongeveer 1200 meter is het dorp Drouwenermond. En dit is de eerste plek van een rij van 5 windmolens. Hier komt de eerste en de overige 4 komen in een lijnopstelling die kant op. Niet zomaar windmolens, maar reusachtige windturbines die een hoogte tot 200 meter bereiken. Dat is 9 monumenten op de Dam op elkaar. Energieleverancier Raadhuis bood boeren in de omgeving aan een windpark te creëren. Die hadden daar wel oren naar, want samen mogen ze jaarlijks 3,5 ton verdelen als de molens er staan. Volgens het energiebedrijf hoeft niemand in het dorp zich zorgen te maken. Ja, dat betekent dat er heel weinig geluidsoverlast zal zijn. Maar hoeveel herrie maken die molens? Ja, nou op zo'n afstand zul je misschien heel af en toe eens een keer horen. Het is inmiddels bewezen dat dat een geluidsvorm is waar je niet met isolatie tegen kan beschermen. Dat wordt zelfs alleen maar versterkt in je woning. Dat werkt als een klankkast. En dat maakt dat mensen ziek worden. Eigenlijk komen wij hier in een medisch experiment terecht. Ook de provincie is er niet gelukkig mee. Want wij willen ook niet dat dorpen ingepakt worden aan de ene kant met windmolens en aan de andere kant met windmolens. Dat vinden we echt te ver gaan. Bezwaar maken tegen de plannen kunnen bewoners pas vanaf volgend jaar. Tot die tijd moeten ze het doen met deze protestsong. Wie ons geen windmolens, geen molen windmolens. Windmolens hoeven hier niet. We kunnen ook met zonnepanelen dezelfde energie opwekken. Daar is niemand tegen. En dat is de boodschap die ik achtergelaten heb bij ons koningspaar. Wil blijven wonen als hij er echt uitkomt.